Sommige mense kla van sogenaamde brain fog nadat hulle COVID-19 gehad het. Nou, dit kan natuurlijk geestelijk ook met ons gebeur. Want brain fog is eigenlijk niet een medische term nie. Dit is net een term om te zeggen dat het voelt of je brein dof is. Dus alsof je een dichte misry en nie effectief kan zien nie. Dit beteken jou denken is niet zo vinnig nie en dit is ook niet zo scherp soos voorheen nie. Sulke mense sukkel om duidelijk te denken. Hulle sukkel om hulle aandacht te focus. En natuurlijk kan zoiets gebeuren als mens griep het of erge pijn of een of ander verdovingsmiddel ook gebruik. Paulus het destijds nogal gesê oor brain fog, maar meer in een geestelijke sin te gesê, Efesiërs 4 vers 17 tot 19. In die naam van die Here doen ek een ernstige beroep op julle. Moet niet langer soos heidene leven neem. Hoor nou die brain fog story. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En hulle het geen deel aan die leven wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met een onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Wat Paulus ons herinner, is dat wanneer mens optree soos iemand wat nie vir Jesus volg nie, dan kan mens gauw dom dinge begin doen. As jy wegdraai van Jesus af, is het asof jou verstand oorgeneem word door die mistigheid van verkeerde dinge. En Paulus' waarschuwing geldt nog steeds voor ons. Ons moet waak dat ons nie soos breinvaak mense eenvoudig begin voeter in een verkeerde richting nie. Nou, ek denk die breinvaak mense doen dit nie, want as mens geduld het met jouself, dan gaan ook dit oor. Maar dis nie wat Paulus bedoel nie. Paulus verwag ons moet nie sleg leven nie. En dis nie net Paulus wat het verwag nie. Dis wat Jesus ook van ons verwag, om nie in een verkeerde richting te voeter nie. Leef geïnspireerd.